zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als het avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel. Verheerlijkt zijn heilige naam. Verheerlijkt zijn heilige naam.
deze manier verbonden bent met elkaar en hier met ons paar mensen hier in de kerk. We weten allemaal dat het nog steeds niet anders kan en ik denk dat we allemaal ongelooflijk verlangen dat we weer samen onze kerkdiensten kunnen vieren. En we hopen dat het over een aantal weken ook inderdaad weer het geval zal zijn. Maar fijn dat we ook op deze manier toch met elkaar verbonden kunnen zijn op deze bijzondere zondag, Palm Pasen. En voordat ik verder ga, willen we eerst kijken naar een klein filmpje over dat gebeuren toen. Stil zijn om in die stilte God om een zegen te bidden voor elkaar en ook voor onszelf. Amen. We zingen samen met Ronald op het orgel Psalm 118, het eerste en het negende vers. Thank you.
deze zondagmorgen, de dag waarop we stilstaan bij de opstanding van de Heere Jezus, mogen we belijden dat onze hulp is in de naam van de God die de hemel en de aarde en ook al het leven heeft gemaakt. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit, nooit zal loslaten wat zijn hand begonnen is te doen. Genade en vrede en barmhartigheid is er voor u en voor jullie van deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We zingen samen ook nog het 10e vers van Psalm 118. Jullie enkele woorden van bemoediging van leven uit Romeinen 8. En daarna zal Klaas voor ons het prachtige lied zingen. You're all in all. U bent alles in allen. Romeinen 8 vanaf vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit. Dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die aan Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring dat wij kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. En in deze hoop zijn wij gered. Tot zover. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you like the precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all. Jesus, let me
voordat we gaan lezen uit de Bijbel, zullen we eerst samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we ook nu uw woord mogen openen. En uw woord hebben we nodig, Vader. Zeker ook in deze tijd. Altijd, maar ook in deze tijd. We hebben woorden nodig van u. Woorden van bemoediging en woorden van troost. Woorden die ons uitzicht geven. Woorden die ons ook voor deze nieuwe week de kracht geven. Vertrouwen geven wat we nodig hebben. En daarom willen we heel graag ons hart openen voor u. Voor uw geest, voor uw woord, voor uzelf. Vader, geef dat uw woorden niet het ene oor in en het andere oor uitgaan. Maar dat ze een plek krijgen in ons hart, in ons leven. En dat we elke nieuwe dag van deze week daar weer mee uit de voeten kunnen. Zegen zo uw woord ook vanmorgen. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ik lees met u twee gedeelten. Eerst uit het Oude Testament, uit het boek van de profeet Jesaja. Jesaja 25, versen 6 tot 9. En daarna uit Matteüs 21. Jesaja 25 vanaf vers 6. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet. Met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt. De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, hij is onze God. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij, want hij heeft ons gered. En dan over de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. Aan het begin van wat wij dan noemen de Stille Week. Matteüs 21. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde, ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan, de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd, opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet. Zeg tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hen had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. En anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna voor de Zoon van God! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in de hemel! En toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? Wilde men weten. En uit de menigte werd geantwoord, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Tot zover. We gaan luisteren en kijken naar een prachtig filmpje, een lied van Ellie Rickert, Hosanna, Hoera. Hosanna, Hosanna, Hoera, Hoera, we hebben een koning, halleluja. Hosanna, Hosanna, Hoera, Hoera, we zingen voor hem in de gloria. Hij komt op een ezel, hij rijdt door de stad. We hebben nog nooit zo'n koning gehad. Hosanna, Hosanna, Hoera, Hoera, we hebben een koning.
hoera, we zingen voor hem in de gloria. Zal eerst Ronald een klein stukje meditatieve muziek spelen op het orgel. Daarna worden we even stil voor God. En dan kunnen we even laten bezinken wat ons, bij ons naar boven is gekomen. Je kunt het ook even met God delen in de stilte van je eigen hart. En daarna zingt Klaas het prachtige lied Stil Mijn Ziel uit de opwekkingsbundel, lied nummer 717. En daarna zingen we samen gezang 120. Heft op uw hoofden, poorten wijd. Gemeente van Jezus Christus, beste mensen, wie u ook bent en waar u ook bent, waar je ook bent. Sinds een paar dagen hangt bij ons thuis een vlag uit. En die vlag die ziet u hier naast mij. Er staat op, u ziet het, geef nooit op, er is altijd hoop. Er is altijd hoop. De ouderen onder u kunnen zich misschien nog de landelijke evangelisatieactie herinneren uit begin jaren 80. Een actie die ook heette Er is altijd hoop. En overal in het land werden huis aan huis folders verspreid. En misschien kunt u zich nog herinneren met de kleine regenboogjes erop op auto's. Er werden stickers geplakt. Heel het land had het daarover. Hoop. En hoop is enorm belangrijk. Hoop is een enorm krachtige therapie. Dat blijkt al jaren uit allerlei onderzoeken. Het blijkt dat mensen die hoop hebben, en dat zijn dus ook mensen die een optimistische kijk hebben op de toekomst, want dat hangt samen, hoop en optimisme gaan hand in hand, dat mensen die dat hebben, dat die een grotere kans hebben op een energiek leven. Dat ze ook een grotere kans hebben op overleven in zware of zelfs in zeer zware omstandigheden. En dat het ook helpt, hoop, bij herstel na ziekte. Bij een van die onderzoeken werd gekeken naar de manier waarop bejaarde mensen, dus oude mensen, werden beïnvloed door hoopvolle gedachten over hun eigen toekomst, hun eigen nabije toekomst. Toekomst, over het ouder worden. En deze mensen werden dus als het ware blootgesteld aan allerlei hele positieve boodschappen die hun ouderdom in verband brachten met het hebben van meer wijsheid en met ervaring. Een hele hoopvolle boodschap werd hun gegeven over het ouder worden. En toen bleek na dat onderzoek dat ze krachtiger en energieker zelfs liepen. De vooruitgang was zelfs zo groot als wanneer ze een 12 weken durend programma van lichaamsbeweging hadden gevolgd. Dus het feit dat ze eigenlijk vervuld werden van hoop naar hun eigen toekomst toe, gaf hun zoveel meer kracht als een 12 weken durend programma van lichaamsbeweging zou hebben gebracht. Is dat iets nieuws? Nee, dat is niet iets nieuws. En het is ook niet iets van de laatste jaren, hè, waarvan we horen van positief denken, optimisme, hoop. Het is al heel oud. Want al 3000 jaar geleden was er een wijze koning, Salomo. En Salomo schreef het volgende in Spreuken 17. Een vrolijk, een optimistisch, een hoopvol gestemd hart bevordert een goede gezondheid en een sombere geest verzwakt het lichaam. 3000 jaar geleden schreef hij deze woorden. Een vrolijk,
Een optimistisch en hoopvol gestemd hart bevordert een goede gezondheid en een sombere geest verzwakt het lichaam. Er staat niet dat zo'n hart elke kwaal zal genezen, was het maar zo. Nee, maar wel dat het goed doet als hulpmiddel, als geneesmiddel. In gewone, in normale tijden hopen we natuurlijk in ons leven op van alles en nog wat. We hopen op mooi weer tijdens de vakantie, zoals we de afgelopen tijd hebben gehad. We hopen op een overwinning bij een voetbalwedstrijd. Alles ligt op dit moment stil. We hopen op een goede afloop na een operatie. En noem maar op, op allerlei manieren hopen we heel vaak op van alles. En ik hoef u natuurlijk niet te vertellen waar we nu met elkaar op hopen. Niet alleen wij hier, maar wereldwijd. In de Bijbel lezen we ook over hoop. Maar er is iets vreemds mee aan de hand. Want het lijkt te gaan over een heel ander soort hoop als wat wij gewend zijn. Een veel fundamentelere hoop. Want waar voor ons gevoel hoop altijd verbonden is met onzekerheid. Je hoopt het, je weet het niet zeker. Daar is het in de Bijbel juist niet zo. In de Bijbel wordt hoop vergeleken met een anker. Misschien hebt u het al eens eerder gehoord. Een anker. Een anker waar je rotsvast op kunt vertrouwen. Als je een sterk anker hebt liggen aan een schip. Dat schip ligt goed gezekerd. Nou, dan kunnen de golven nog zo hoog worden. En dan kan de storm nog zo zwaar zijn. Maar dan ligt dat schip vast en zeker en veilig. Dat beeld komen we tegen in Hebreeën 6. Daar staat, onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. De hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. En hoe kan dat nou? Dat hoop in de Bijbel alles te maken heeft met zekerheid. Terwijl het bij ons in ons spraakgebruik juist alles te maken heeft met onzekerheid. Dat heeft hiermee te maken dat waar vestigen wij onze hoop op? Dat is op de omstandigheden. Of op ons menselijk handelen. Of op de techniek. Of op de medische wetenschap. Nou, vul maar in. En dat zijn allemaal stuk voor stuk dingen die vaak werken, maar die ook soms helemaal kunnen falen. Dus we weten het nooit zeker. We hopen het dat het werkt, dat het helpt. Maar hoop in de Bijbel. Hoop in de Bijbel is altijd gebaseerd op de beloften van God. En wat er ook gebeurt, die beloften van God falen nooit. Het is waar dat bijna altijd, als God iets belooft, dan weten we nooit wanneer het nou precies gaat uitkomen. Maar ze komen uit. Altijd. En dat is precies waarom de mensen, toen Jezus daar aankwam op zijn ezel, stonden te juichen aan de kant van de weg. Bij Jeruzalem. Weet u waar wij nu met elkaar, in ons eigen land en wereldwijd, enkele weken nog maar worden mee geconfronteerd? Met dat wat minister-president Mark Rutte noemde de grootste crisis voor ons land in vredestijd. Nog maar enkele weken, daar leefden de mensen in Israël op dat moment al tientallen jaren onder een onderdrukkend regime. Een zwaar onderdrukkende bezetting. Tientallen jaren al. En je zou elke hoop zou je eigenlijk verliezen. En helemaal omdat niets erop wees dat dat spoedig zou veranderen. Niets. En toch verloren ze nooit de hoop. En dat is eigenlijk zo kenmerkend voor het Joodse volk, want ook in die 20 eeuwen van ballingschap, waarin ze verbannen waren uit hun land en waar pas een einde aan kwam, we weten het, in de afgelopen eeuw, in die 20 eeuwen van ballingschap hebben ze nooit de hoop verloren. Nooit. Ze wisten, eens gaat God de belofte vervullen die hij gedaan heeft aan zijn profeten, profeten als Jesaja. En de mensen die daar aan de kant stonden te juichen toen Jezus aankwam, die waren vervuld van hoop. Hoop dat die beloften van de profeten, hoop dat die woorden van Jesaja, die wij ook gelezen hebben en die zij kenden,
Dat ze zouden uitkomen, dat ze nu zouden uitkomen. Nu, nu deze profeet Jezus, waar het land eigenlijk vol van was. Nu hij kwam naar Jeruzalem, nu zou alles anders worden. Wat een geweldige, je zou bijna kunnen zeggen, uitbarsting van hoop. Daar, langs de kant van de weg. En wij weten dat het niet zou uitkomen. Dat ze na een aantal dagen of weken enorm teleurgesteld zouden zijn. Maar diezelfde mensen waren zo doordrongen, zo als het ware opgegroeid. Dat hadden ze zich eigen gemaakt. Ze waren zo doordrongen van de zekerheid dat God zijn beloften van herstel, van bevrijding, van redding, dat hij die zou gaan vervullen, dat na iedere teleurstelling, ook deze keer, Jezus was het toch blijkbaar niet, ze weer zichzelf konden herpakken. En opnieuw verder konden leven met geloof en hoop en vertrouwen. Altijd weer herpakte het volk zich. Stond weer op en ging weer verder, vol hoop. En als er iets is wat wij van deze Palmzondag en van dit gebeuren mogen meenemen, dan is het denk ik dit wat deze mensen hadden en waarmee zij verder gingen. Ook wij mogen onze levens en onze harten en onze gedachten, we mogen ze blijven vullen met de hoop die God en die Jezus ons geeft. Het is waar. Hij is een God van redding. En hij is een God van bevrijding. Zoals Jesaja daarover schrijft. Hij is een God van leven. Hij is een God van toekomst. En hij zal zijn belofte vervullen. Elke belofte die hij heeft gedaan zal hij vervullen. En daar mogen we over juichen. Te midden van alles wat er gebeurt om ons heen. Misschien wel in ons eigen leven op dit moment. We mogen juichen. Deze Palmzondag mogen we volop meejuichen met het volk dat daar Jezus binnenhaalt. We mogen ook onze hosanna's laten horen. Ook als het gaat over onze eigen omstandigheden. Maar ook die van ons volk en van heel de wereld. Op deze dag mogen we juichen. Mogen we vervuld worden en ons laten vervullen van hoop. Ja, ongeacht wanneer het zal gebeuren. Ongeacht wanneer God een einde maakt aan deze situatie. Ongeacht wanneer hij zijn belofte gaat vervullen. Of dat in onze tijd al zal gebeuren, in ons leven. Of misschien pas daarna, misschien dat we het niet eens meer meemaken. En ja, misschien overleven we het zelfs persoonlijk niet. We weten het niet. Misschien stort de economie wel in. En misschien worden de wereldwijde gevolgen van wat er gebeurt nu nog veel erger dan wij nu kunnen zien. We weten het niet. Zulke tijden zijn er in het verleden geweest. Zulke tijden zullen, als Jezus niet spoedig terugkomt, ook in de toekomst gaan plaatsvinden. Maar in dit alles, mogen we leven vanuit de hoop. De vaste zekerheid dat God niet loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. Zijn beloften zullen uitkomen. Daar houden we ons aan vast. Daar danken we voor. Daar zingen we over. Dat geeft ons ook voor deze nieuwe week nieuwe kracht, nieuwe hoop, nieuw geloof, nieuw vertrouwen. En daarom, wat ook op die vlag staat, geef nooit op. Geef nooit op. Er is altijd hoop. Altijd. God zij daarvoor geloofd en geprezen. Amen.
viel hij stil en dwaalt niet om. Pas door het dal zal hij je leiden stil. Vertrouw op hem en heb je schild tegen de pijlen van verleiding. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede.
En nu zijn we natuurlijk heel benieuwd, want afgelopen zondag hebben we een oproep gedaan aan alle kinderen om een palmpazenstok te maken. En wij denken dat er vast veel kinderen een palmpazenstok hebben gemaakt. Dat gaan we zo kijken, want als het goed is hebben jullie allemaal een foto ingestuurd. En we gaan er naar kijken naar wat jullie allemaal gemaakt hebben. En ondertussen dat de foto's voorbij komen, luisteren we naar een liedje De Lang Leven de Koning. Vlaggen hangen uit. Dan gaan wij allemaal staan, want de koning komt eraan. Lang leven de koning, lang leven de koning, lang leven de koning in de gloria, in de gloria, in de allemaal thuis gemaakt hebben. En vandaag mag je vast wel opeten wat er allemaal op en aan de palmpazenstokken wat jullie er allemaal aan vastgemaakt hebben. Goed, we gaan samen met elkaar bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor deze feestelijke dag. Want dat is het. Ook al begrepen al die mensen toen niet wat er precies zou gaan gebeuren, wisten ze niet wat Jezus ging doen, maar ze hadden hoop, ze hadden feest. En wij vieren dat eigenlijk vandaag een beetje met u mee. We danken u dat ook te midden van alles wat gebeurt en de angst en de zorg, dat we toch ook mogen vieren. Vieren, Heere Jezus, dat u gekomen bent, dat u uw weg bent gegaan naar Jeruzalem, de weg naar het kruis bent gegaan, dat u uw leven hebt gegeven, maar ook dat u weer terug zult komen. En dat zal heel anders zijn. Dan zullen de wolken zullen opzij gaan en dan zal iedereen u zien komen en de lucht zal vol zijn van engelen. En het zal zo geweldig zijn. En we danken u dat we er zeker van mogen zijn dat dat gaat gebeuren. Ons hart blijft vervuld van hoop, van uitzien naar dat moment. Vader, dank u wel voor alles wat u geeft. Iedere nieuwe dag. Dank u wel dat we leven. Ook nu, vanmorgen weer mochten opstaan. En tegelijkertijd bidden wij u voor al diegenen die mensen in hun naaste omgeving hebben verloren. Aan de gevolgen van corona, maar ook misschien om heel andere redenen. Vader, wij bidden u om troost en om ontferming. We bidden u dat u uw armen om hen heen slaat. Vader, waar in deze tijd wij mensen elkaar niet eens mogen raken, niet mogen omhelzen, niet... Ja, u kunt dat wel en u doet dat ook. En we bidden u dat al diegenen die rouwen, die verdriet hebben, dat mogen ervaren, uw armen om hen heen. Vader, wij bidden u in deze
ongelooflijk spannende weken. Waar we hopen dat er genoeg bedden zullen zijn op de IC's. We bidden nu voor de artsen en voor de verpleegkundigen. Die misschien wel beslissingen moeten nemen waar ze nooit van hun leven over hadden gedacht. Dat ze dat zouden moeten beslissen. Dat ze keuzes moeten maken over levens van mensen. Ontfermt u zich over hen. Als ze die keuzes moeten maken. Help hen daarbij. We bidden u, Vader, voor zoveel mensen, ook oudere mensen, ook in ons midden. Mensen die we kennen. Wij zelf als ouderen of onze vader of moeder, onze heid of mem of paak of beppe. Vader, ja, u kent de angst. U kent de zorg. Ontferm u. En geef, Vader, dat het virus aan onze deuren toch alsjeblieft voorbij mag gaan. Vader, we blijven nu bidden dat u deze plaag van de aarde wegneemt. We bidden nu voor al die mensen die in deze tijd nodig zijn. We hebben het al genoemd, mensen in de zorg, mensen in het onderwijs. Maar ook de mensen die werken in winkels. En in al die bedrijven die open moeten blijven. We bidden nu voor degenen die alles moeten vervoeren, zodat er genoeg voorraden blijven. We bidden nu voor mensen in allerlei sectoren die nodig zijn. Maar die ook misschien mensen ontmoeten. En ook 's morgens met angst, maar ook met hoop de deur uitgaan. Dat ze de dag weer goed doorkomen. En dat ze geen besmetting oplopen. Vader, wat een tijd. En met welke vreselijke dingen moeten we ons bezighouden? Ontfermt u zich. Ontfermt u zich over ons, hier in ons eigen dorp. Ontfermt u zich over ons land, over de wereld. We bidden u ook voor de vluchtelingen in de kampen, overal op de wereld, waar de omstandigheden al vreselijk waren. En ja, ontfermt u zich. Vader, we verwachten het van u. Onze hoop is op u. Dat weet u. En help ons maar om die hoop vast te houden. Om daar zelf uit te kunnen leven, maar ook om die hoop te kunnen delen met anderen om ons heen. Dat bidden wij u, Vader. In Jezus' naam. Amen. En dan gaan we nu luisteren naar een prachtig lied van Klaas Voegel. Het laatste versje wat ik van hem zie, dat heet Voegel. Soms droom ik van een vogel. Het versje vertelt een heel soort over. Ik denk mijn persoonlijk leven. En de vogel die daarin bezongen werd, dat is eigenlijk de geest van God. Zo wordt in de Bijbel heel vaak Gods geest gewoon duidt als een vogel. Dus de vogel die dit door het versje in en fladdert, dat is de geest van God. Soms droom ik van een vogel, als ik eenzaam ben of zat, die dan komt en bij mij waarneemt alle zorgen die ik had, alle liefste ongemakjes, alle hetzeer, elze drieën binnen hoofd. Die vogel erop
en reëel. Dan wist Odel om mij te dreesten. Lieve vogel van Gouden. Vogel, vogel, vogel van Gouden. Vogel. Klaas, ook bedankt namens ons allemaal voor de prachtige liederen in deze dienst. En dan volgende week, dan hopen we met elkaar het paasfeest te vieren. En u kent vast allemaal dit lied. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. Nou, een paaslied bij uitstek. En wat zou het leuk zijn als u en als jullie allemaal met deze regels van dit lied iets zouden doen. Iets creatiefs. Een tekening over maken. Of een gedicht. Of een foto van iets. Of wat dan ook. Om daar iets creatiefs mee te doen in het kader van Pasen. En als u dat dan, zou willen opsturen naar het mailadres wat u op de website kunt vinden. Of als u zegt, ja, ik weet het allemaal niet, maar ik doe het liever bij Oege in de bus. Prima, komt het ook goed aan. Zou u het uiterlijk donderdag bij hem dan in de bus kunnen doen of op de mail kunnen zetten. Dan heeft Oege nog even wat tijd om alles te verwerken voor de paasdienst. Dus rondom deze regels iets creatiefs doen. En dan zijn we bij het laatste lied aangekomen wat we samen gaan zingen. Ronald, ook bedankt dat jij ook deze keer ons weer wilde begeleiden op het orgel. Lied 357 uit de Evangelische Liedbundel, vers 1, 4 en vers 5. Thank you.
zegen ontvangen, bedacht ik net, wat is het goed om toch ook nog even samen te bidden voor dominee Arie Mak. Misschien hebt u het al gehoord, misschien ook niet, maar ook in het gezin van Arie en Jolanda Mak is corona nadrukkelijk aanwezig geweest. Ze zijn allemaal ziek geweest. Arie is zeer ziek geweest, heeft ook in het ziekenhuis gelegen. Op dit moment is hij hopelijk weer uit het ziekenhuis, heeft zuurstof gehad, zag er niet goed uit. En ook de tijd van herstel zal zeker nog een tijd in beslag nemen. En ik had er net voor willen bidden, ben ik vergeten, zullen we dat alsnog even doen voordat we de zegen ontvangen. Vader in de hemel, we bidden nu voor Arie en Jolanda en voor de kinderen, Joël en Benjamin. We bidden u, Vader, dat alles goed mag blijven gaan. Dat het ergste achter de rug is. En dat er nu alleen nog maar vooruitgekeken kan worden en dat we alleen nog maar goede berichten zullen horen. Wilt u herstel geven bij hen alle vier, dat ze deze zware tijd weer achter zich kunnen laten. Vader, zegen hen en leg uw genezende handen op hen. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. En dan wil ik u graag ook vanaf deze plek de zegen meegeven. Leef uit uw zegen, laat je dragen, laat u dragen door die zegen. En waar het op kan, deel die zegen met velen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u en met jullie allemaal. Amen. Vogels nog fluiten, zie jij de boog nog in de wolken staan? Of zit je hoofd zo voorgestopt, waardoor je onbereikbaar wordt en de zegeningen steeds aan jou voorbij gaan? De dief is bezig met stelen, hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt, als je alles in zijn handen legt, kan jij zijn schoonheid zien. Je mag het dan weer zien. Al de goedheid in het leven, alles wat hij jou gegeven heeft, je mag het dan weer zien. Dus richt je ogen naar boven. Ook als de last je zicht vertroebeld heeft. Want het blijft een zekerheid dat God je hele leven leidt. Oh, en dat te weten is wat echte rust geeft. Dan gaat de wereld weer open. De dingen die je zo vaak hebt gemist. Een zachte stem in de natuur. Kleine wonderen ieder uur, die je steeds weer laten zien dat hij dichtbij is. Dan mag je het weer zien, als je alles bij hem neerlegt. Als je alles in zijn handen legt, kan jij zijn schoonheid zien. Je mag het dan weer zien, al de goedheid in het leven. Alles wat hij jou gegeven heeft, je mag het dan weer zien.
alles bij hem neerleg. Nu ik alles in zijn handen leg, kan ik zijn schoonheid zien. Ik mag het nu weer zien. Ja, al de goedheid in het leven, alles wat hij mij gegeven heeft, ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.